Hey, hey! Luister! We hebben een melding ontvangen. Die melding gaat over een conflictbemiddeling. Dat is bij de Helftweerpassage, dat is een winkelcentrum. Daar zou een conflict zijn tussen een paar mensen en er is mogelijk ook met pepperspray gespoten. Dus daar gaan we zo kijken. Omstanders zijn er zich ondertussen ook al mee aan bemoeien. Dus we gaan kijken wat we dadelijk gaan aantreffen. Helemaal die kant op. Oh, en dat is een groepje mensen? Ja. Oké, en dat is een grote groep of? Nou, volgens mij zijn er twee groepen van twee of drie. En die zijn die kant op gelopen? Die kant zijn Oké. Hallo. Ja, hallo. Die kant op, die drie keer. Hi. Ja, hier zitten ze denk ik, of niet? Ja, hier zitten we in de deelte. Ja. Staat daar iemand bij of niet? Ja, de huismeester is hierbij. Ja, maar staat er bij de andere groep iemand? Ja, er is niemand bij. En wie zijn die jongens? Ja, maar hoor. Gewoon tegen met die mensen. Hey, hey! Luister! Dat is hij niet. Thomas, wil je mij pakken? Nee, pak hem. Doe eens even. Ja, doe eens even. Hallo. Blijf even stil. Luister. Nee, even nu tweede eenheid is genoeg. Hé, hey, kom eens hier. Kom eens even. Heel simpel. Doe eens even rustig. Heel simpel in leven. Vertel nou eens wat er aan de hand is. Met filterboos. Ja, weet ik. Doe dan even rustig, vriend. Blijf even rustig dan. Doe even wil je rustig, even tegen de politie zeggen wat is gebeurd? Ja, wat denk je? Waarom zijn we dan? Waarom zijn we? Ik weet niet waarom. Waarom zijn we? Komt dan naar huis. Maatje. Jullie kunnen makkelijk alles voor mij doen. Ik was ook gewoon thuis. Ik weet van. Hou even mee alsjeblieft. Luister even. Vertel, rustig. Nee, zin mond uit. Vertel. Doe even rustig, maat. Weet je, ken je me nog? Ja, hè? Doe even rustig. Toen was ik ook chill met jou. Ik ben er om jou te helpen, hè? Hij gaat toch bijna dood. Hij gaat bijna dood. Dat weet je, kom eens hier. Kom eens hier. Wat is er gebeurd, vriend? Nou, ik krijg net telefoontje van mijn vriendin dat ze weer haar hebben geslagen en aangevallen hebben. Ja. Ik heb vandaag nog met vrijdag thuis toevallig gebeld. Ja? En weer laten ze haar niet met rust. Oké. En wie? Als ik vragen mag. Mijn broertje, mijn moeder waarschijnlijk. Maar goed, ze zegt dat zij geslagen is, aan haar getrokken is, op de grond gegooid is. Maar goed, zij heeft wel dat pepperspray-achtige ding bij gehad. En daar is haar hele handen zitten er ook mee vol. Dus ja, deze is wel mee gespoten. Maar goed, ik weet niet wat daar het verhaal is. Yes? Ja. Hou het rustig. Ja. Ja? Thanks, man. Kleine moeite, jongen. Rustig aan doen? Ja? Ja? Doei, doei. Zo. Zitten we dan? Zitten we. Nou, vertel, wat is er gebeurd? Er zou een ruzie zijn binnen. En er zou met pepperspray gespreid worden. En ter plaatse treffen wij nog twee mensen van één groep. En we hebben echt moeten lullen als brugman om ze rustig te krijgen. En uiteindelijk wilden ze geen aangifte doen. Het was een langlopend familieprobleem. En ze zitten onder de pepperspray. Die hebben we in beslag genomen. Het is niet de bedoeling dat je die gaat gebruiken voor je eigen veiligheid natuurlijk. Ja. Dus alle partijen zijn weer naar huis. En wij kunnen naar het bureau om alles op papier te zetten.